Gemeente Amersfoort ontwikkelt dit gebied vanuit de ontwikkelingsvisie over de Laak. Schilder voert in opdracht van de gemeente de eerste fase uit. Ten noorden van Vathorst, Amersfoort, net boven het riviertje de Laak, ligt het Hammetje. Deze voormalig zandwinplas transformeren we tot een prachtig groen recreatiegebied. Ons doel: een harmonieuze plek creëren waar natuur en recreatie hand in hand gaan. In het gebied kan straks gewandeld, gesport en gespeeld worden. Schilder BV voert de eerste fase van de ontwikkeling uit. Deze fase bestaat uit alle watergerelateerde werkzaamheden. Een van de meest fascinerende aspecten van dit project is het gebruik van geotubes. Deze innovatieve techniek vormt letterlijk de basis van de nieuwe oevers met daarop een wandelpad. Laat ons u meenemen in dit proces. Geotubes zijn lange, doorlatende textielzakken die we vullen met zand. Ze vormen de fundatie voor de verbreding van de Oost- en Westoever, waar straks prachtige wandelpaden zullen liggen. Het vulproces is een precisiewerk. Eerst markeren we de locaties met stalen profielen. Dan brengen we de geotubes vanaf het water aan. Het vullen van de geotubes met zand gebeurt vanuit de beunbank. Het zand wordt door een zandpomp met jet via een ingenieus systeem van persleidingen door het water in de tubes gepompt. Dit zorgt voor minimale verstoring van het gebied en de waterkwaliteit. Om het milieu te beschermen, plaatsen we bellenschermen rond de werklocaties. Deze beperken niet alleen de vertroebeling van het water, maar hierdoor kunnen ook de vissen veilig wegzwemmen. Naast de geotubes voeren we nog diverse andere werkzaamheden uit. We graven nieuwe doorstroomopeningen, verwijderen oude puinlagen en waar mogelijk een leeflaag. Alles met het oog op een gezond en duurzaam ecosysteem. En het resultaat? In het najaar van 2025 zal het Hammetje volledig zijn ingericht. U kunt dan genieten van een prachtig wandelpad rondom de plas, rustplekken met bankjes en een gevarieerde beplanting die de biodiversiteit bevordert. We nodigen u uit om de komende tijd de voortgang te volgen. Samen maken we het Hammetje een parel in Amersfoort.